Hey, hallo, gezellig dat je weer kijkt naar een nieuwe video op ons kanaal. Vandaag gaan we het hebben over dag 24, 25 en 26 van de Boodschappen Budget Challenge. Ik heb het in de vorige video al gezegd, we willen heel graag proberen om te kijken of dat we inderdaad ook echt onder de 250 euro kunnen blijven in plaats van onder de 350 euro. We zaten op een bedrag van 239 euro en 13 cent als ik me niet vergis. En dat zou betekenen dat we nog 10 euro, iets meer dan 10 euro over hebben voor de rest van de week. We moesten nog een week. Nou is dat natuurlijk heel erg weinig, maar aan de andere kant had ik gedurende deze Boodschappen Budget Challenge maand wel al een voorraad opgebouwd van verschillende producten, waardoor dat ik dus ook heel veel dingen niet meer hoef te kopen. Een van de gerechten die ik sowieso wilde gaan maken, dat was nasi. Het enige wat daarvoor ontbrak waren de nasi kruiden. Dus toen ik in het centrum was, ben ik eventjes de Jumbo binnengelopen. Want voor zover dat ik weet, hebben ze die alleen bij de Jumbo liggen. Nou, zo'n zakje kost 30 cent. Dus voor 30 cent had ik mijn maaltijd compleet. En wat ik toen ook zag, en dat was een hele leuke. Normaal gesproken, als ik bij de Jumbo binnenloop, dan kijk ik wel eens in die budgetbakken. En 99 van de 100 keer zijn ze leeg. Maar nu vond ik dus een pak karnemelk. En we drinken geen karnemelk, we vinden dat helemaal niet zo lekker. Maar, dankzij een tip van jullie, maak ik dus van karnemelk vaker pannenkoeken. Nou, en we hadden nog best wel bloem liggen. En ik heb nog 4 eitjes over. En ja, dan kun je dus gewoon lekker pannenkoeken maken. Dus dat staat vanavond op de planning, zal ik je zo meteen ook eventjes zeggen. Eerst even terug naar gisteravond. Want gisteren hadden wij iets van de carnaval. En dan zouden we ook iets later thuis zijn. En een beetje het plan was om van tevoren te koken zodat we maar thuis hoefden aan te schuiven. Nu had ik nog wat dingetjes in de koelkast liggen. Ik had nog wat nasi over en ik had nog wat aardappelen en prei en vlees over van de dag daarvoor. Dus ik dacht, weet je, dan eten we dat dan op. Maar toen vroegen de vrienden van ons van, hebben jullie zin om hier te blijven eten? Dus we zijn bij vrienden blijven eten. Dus de spulletjes die staan nog in de koelkast. En ik denk dat we dat morgen gaan opeten. Want morgen heb ik ook een hele drukke dag. Want vandaag ga ik dus met die karnemelk die pannenkoeken maken. En dat niet alleen. We hebben in de vriezer nog zo'n zakje boerensoepgroenten liggen. En ik heb nog een paar bouillonblokjes liggen. Dus we gaan ook groentesoep maken met stokbrood. En dat stokbrood doen we eigenlijk gewoon heel erg simpel. Gewoon met wat boter. Of ja, ik heb geloof ik ook nog een klein beetje kruidenboter in de koelkast liggen. Ook van eerder nog deze maand. Dus ik kan eventueel ook, die zin heeft in kruidenboter, kan er ook wat kruidenboter op doen. En voor de pannenkoeken hebben we nog aardbeienjam. En we hebben nog een heel klein beetje appelstroop. Het is niet maar helemaal vol. Ik denk ongeveer een kwart vol. Dus kunnen we appelstroop kunnen we op de pannenkoeken doen. En eigenlijk was het plan dat ik vandaag cupcakes zou gaan maken. Want Landon die heeft morgen koekjesdag op school. En dan mag hij een koekje of een cupcake of iets dergelijks meenemen. Maar vandaag is de intocht van Sint-Nicolaas geweest bij ons op het dorp. En hij heeft pepernoten gekregen van de Pieter. Dus hij had zoiets van, mag ik ook pepernoten meenemen morgen naar school? En ik zeg, ja, nou, ik zeg, dat is goed. Het kwam eigenlijk dus ook al mooi uit, omdat ik nog maar 4 eieren over had. En ik heb dus 4 eieren nodig voor de portiepannenkoeken die ik wil gaan maken. Gisteren heb ik ook nog, en ik zal het je even laten zien. Het is weer een beetje een groot verpakking, weer behoorlijk wat geweegd. Het is echt een beetje zwaar. 10 kilo aardappelen. Die waren nu in de aanbieding bij de Aldi voor 4,49 euro. En dat is natuurlijk meteen best wel een hap uit ons budget van 10 euro wat we nog over hebben. Maar ja, ik wilde sowieso nog iets gaan maken met aardappelen komende week. Ja, nou, en dit was gewoon best wel een goede aanbieding. Want omgerekend is het 45 cent voor een kilo. En dan kan ik het wel gaan halen voor 80 cent per kilo bij de boer. Maar ja, normaal gesproken zou ik dus ook gewoon die zak van 10 kilo gehaald hebben. Dus ik dacht van, nou, ik ga gewoon die zak van 10 kilo halen. En dan kijken we wel hoe ver dat we gaan komen dan met het kleine beetje budget wat we nog over hebben. Maar voor nu wordt het dus een pannenkoeken en een groentesoep met stokbrood.
video vandaag. Ik heb ook eigenlijk niet zo heel erg veel te vertellen. Het zijn geen hele uitgebreide moeilijke gerechten die we nu gemaakt hebben. Maar heb jij nog lekkere low budget gerechten? Dingen die we kunnen maken met aardappelen. Wat heb ik nog meer? Ik heb nog kip in de vriezer. Ik heb nog gehakt in de vriezer. Ik denk dat ik een stampetje ga maken met braadworst komende week. Dus dat staat ook nog op de planning. En verder heb ik nog stokbrood en rijst liggen. Dus weet jij een gerecht waarvoor dat ik niet zo heel veel meer hoef te halen? Ik heb ook nog een klein beetje prei in de vriezer. Want ik had prei afgelopen week gemaakt. Ik heb niet alles gebruikt. Ik heb nog een beetje in de vriezer gelegd. Dus weet jij nog een lekker gerecht? Dan laat dat zeker eventjes weten in de reacties hier beneden. En wie weet zie je jouw gerecht wel voorbij komen in de volgende video. Voor nu wil ik je heel graag bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je hem leuk? Geef dan zeker eventjes een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal om geen enkele video te vermissen.